Hallo allemaal, hier ben ik weer. Ik kon het toch wel echt even niet laten om een deel van het eerste hoofdstuk van mijn nieuwe boek Drakenkracht voor te lezen aan jullie. Omdat daar iets in staat bij het eerste deel, waar ik het zo volledig mee eens ben en dat ook zo mooi verwoord is door de schrijfster van dit boek, Fanny van der Horst. Dus ja, hier gaan we. Wat doen draken? Draken spelen een grote rol in sprookjes en legenden. In sprookjes zit de wijsheid van oude kennis en bewustzijn. De draken zijn echter meer dan fantasiewezens. Ze bestaan, net als de elfen, de devas, de kabouters, feeën, zeemerminnen enzovoort. Leven ze in de andere frequenties. Ze zijn niet in een fysiek lichaam aanwezig op aarde, maar wel in een etherisch lichaam in de andere sferen. Ze hebben een andere trillingsfrequentie dan wij, maar gelukkig kunnen wij onze trillingsfrequentie verhogen, zodat contact en samenwerking mogelijk is. De een gelooft dat ze puur aan de fantasie zijn ontsproten, de ander herinnert zich vanuit vorige levens dat wij als mensheid ooit een vanzelfsprekend contact hadden met deze etherische wezens. De draken maken momenteel de reis vanuit de vergetelheid terug in ons bewustzijn. Ze zullen nooit in een fysiek lichaam op de aarde aanwezig zijn, maar ze zullen wel steeds meer zichtbaar worden in een energetisch lichaam en door meer en meer mensen worden waargenomen. Steeds meer mensen voelen zich aangetrokken tot de energie van de draken. Draken zijn onze helpers. De energie die ze aan de wereld schenken is enorm licht, liefdevol en sterk. Ze helpt je om je dromen te manifesteren, om authentiek te zijn, om een onderscheid te maken tussen werkelijkheid en schijnwerkelijkheid. Een ander element van drakenkracht is dat ze je leert zuiver van hart te zijn, eerlijk en oprecht. Je hoeft niet bang te zijn voor de kracht van de draken, nog hoef je die kracht te overwinnen, zoals in het verhaal van Sint Joris die de draak versloeg. Als je oprecht bent en draken in je leven uitnodigt, zullen ze je bijstaan in je ontwikkeling en lichtwerk. Draken brengen de kracht van klering en healing met hun 5D en hogere trillingsfrequenties. Als er een draak in je leven verschijnt, roept deze je om autonoom te zijn, stevig in je lichtkracht te staan en klaar te zijn voor de volgende stap. Draken laten zien hoe je met een zwiep van je staart muizenissen en storende elementen uit je leven wegveegt. Ze doen voor hoe je je voeten stevig op de aarde neerzet en hoe je jezelf grondt. Draken verplaatsen zich makkelijk tussen de verschillende dimensies zoals wij dat ook kunnen, maar misschien nog niet doen. Draken hebben de kracht van destructie, maar met een functie. Ze maken niet zomaar iets kapot. Het doel is om daarna weer iets nieuws van de grond af aan op te bouwen. Ze gaan tot de kern van waar er onbalans is en beginnen daar met schoonmaken en weer opbouwen. Ze brengen je ook in contact met de kracht van onvoorwaardelijke zelfliefde. De kracht die uitgaat van zelfliefde is onnoemelijk licht en sterk. Ze is van de hoogste frequenties en brengt je bij de kern van wie je bent. De draken doen dit om je onvoorwaardelijk voor jezelf te laten kiezen met alles wat eruit voortvloeit. Misschien dwingt het je op tot maken van nieuwe keuzes, puur omdat je het daarvoor deed, niet liefdevol naar jezelf was. Draken zetten je in je meesterschap in het licht van je persoonlijke kracht. Draken zijn qua trillingsfrequenties verwant aan engelen. Ze hebben meegeholpen de aarde tot de planeet te maken die ze nu is. Ze creëerden de drakenlijnen, nu bekend als leylijnen. Deze leylijnen zijn kristallijnen, netwerken van licht, gevuld met hogere frequente energie. Je kunt het vergelijken met de vertakkingen van je vaatstelsel dat je hele lichaam van bloed voorziet. Ze voeden de leylijnen op de aarde en houden daarmee het energieveld rondom de aarde in stand. Naast de leylijnen is er ook nog een lichtraster om de aarde die de blauwdruk van de aarde wordt genoemd. Deze blauwdruk houdt de 5D-frequenties vast. De draken hebben meegeholpen met het maken van de leylijnen en ze helpen ons nu in onze ontwikkeling. Vanuit de leylijnen komt oude kennis vrij. Het lichtraster om de aarde wordt sterker en het dient in de algehele ascensie van mens en de planeet aarde. Oké, en zo kan ik nog wel even verder gaan, maar dat is dus
blijkbaar al een heel erg belangrijke informatie waar ik het volledig mee eens ben en wat ik heel erg mooi beschreven vind van deze schrijfster. Dus dat wil ik toch wel graag aan jullie delen alvast. En ja, dankjewel om te kijken. En ja, heel erg veel liefs van mij.